We hebben 15 ervaren directeurs die nu 3 dagen van hun school zijn weggegaan om een leadership lab te komen volgen. Ik denk dat wij beseffen dat we een ander soort van schoolleiderschap nodig hebben. En dat dat ook te maken heeft met dat directeur zijn in een school vandaag veel moeilijker is. Ook omdat het gewoon veel complexer wordt, wat er allemaal op mensen afkomt, dan dat dat jaren geleden was. En dat we denken dat je ook ander leiderschap nodig hebt. En eigenlijk in dat leadership lab is onze hoop dat mensen gedurende 3 dagen dingen doen. Dus effectief feedback geven aan elkaar, effectief dingen voelen die ze ambetant vinden of die ze fijn vinden en die ze uitspreken tegen elkaar. Zodat eigenlijk een aantal moed- en durfspieren, waarvan wij denken dat dat dingen zijn die je nodig hebt en die je moet laten zien aan je team, waardoor dat mensen ook dingen beginnen durven en dingen gaan uitspreken, dat willen wij eigenlijk hier op die 3 dagen heel hard naar voren brengen. Ook veel meer voelen van wat vind jij belangrijk als leidinggevende, wat is uw nood in uw team? Omdat we ervan uitgaan dat je een eigen nood gaat maken, dat je uiteindelijk ook dingen doet die belangrijk zijn voor je groep. En soms zijn er dingen die je misschien je groep wat kunnen tegenhouden in hun groei. Als jij vindt dat het nogal griezelig is als mensen een conflict zouden hebben met elkaar, dan ga je soms je groep heel hard in harmonie houden en ga je zorgen dat er niks wordt uitgesproken. En dus hoe dat jij je gedraagt met je groep heeft een heel grote impact. En eigenlijk proberen we dat hier een stukje, waarbij dat de directeurs is niet directeur moeten zijn, maar eigenlijk deelnemers in de groep, zodat ze dat echt kunnen ervaren hoe dat is. Wat dat maakt dat mensen blokkeert, wat maakt veiligheid in de groep, wat pakt het weg. En eigenlijk is dat het laboratorium waar we ze 3 dagen inzetten. Mijn hoop is dat na die 3 dagen, dat zij beseffen dat die evolutie, de ontwikkeling van hun organisatie, diep verbonden is met hun eigen evolutie als persoon. Hoeveel invloed dat heeft op leerkrachten en leerlingen. Zij bepalen tot een bepaalde punt de cultuur van de organisatie. Ook op de laatste nacht kijken ze echt naar hun eigen school en van daarin te kijken met wat ik hier ervaren heb op de voorbije 2 dagen. Wat kan ik daarmee in mijn school? Wat wil ik daar eigenlijk mee? Wil ik en durf ik bijvoorbeeld wat harmonie gaan verstoren op mijn school omdat ik denk dat dat zinvol zou zijn, dat we dan een stap verder kunnen geraken, dat zaken meer uitgesproken worden? Of hou ik dat zelf eigenlijk heel hard tegen? Dat mensen daar inzichten in krijgen om met hun team verdere stappen te gaan zetten. Want het idee is heel erg dat een team dat eigenlijk dingen tegen elkaar durft zeggen, voor hun behoeften durft uitkomen, een sterker team wordt. En dat een sterker team zal maken dat de leerlingen er eigenlijk veel beter van gaan worden. Daardoor dat je laat, je zegt niet alleen tegen leerlingen van je moet op een bepaalde manier met elkaar omgaan, maar je modelleert dat ook als team. En dus dat is, denken wij, ook heel belangrijk. Het gaat heel veel over bepaald gedrag en niet over waarde praten, maar dat mensen de waarde geleefd zien in de organisatie. Ik breng een psychologisch model, zodat zij kunnen zien, ja, wat zijn mijn sterkte en zwakte als leider. Zo, dat is de eerste dag. De tweede dag is meer rond groepen en teams. Hoe kom ik over in groepen? Want dat is een belangrijke deel van hun job, is vaak in groep. Want er is een soort wetenschap hier rond. En de meeste leiders, niet alleen in scholen, maar ook in de commercieel, non-profit, alles. Zij snappen niet goed genoeg hoe een team echt werkt. En er zijn echt principes. Dus ik breng een model van om te zien hoe matuur is mijn team. En dan kunnen ze zien waar zij soms in de weg staan van de groei van hun team. En dat is een fantastisch leermoment. Zo, ja, ik denk dat dat soort honger om te leren en te ontwikkelen, dat is wat ik graag zie. Als je minder hiërarchie wilt, dan zijn er mensen die van boven een stuk macht moeten lossen en naar beneden moeten laten gaan. Maar er zijn ook mensen die naar boven moeten stappen om die zaken op te pakken. En ik denk dat dat daar heel erg in kadert. Zowel de leiderschapsontwikkeltrajecten als de opleidingen die we voor onze startende, maar ook nu voor de ervaren directies geven. Als je leidinggevende bent,
als je daaraan begint, de valkuilen waar je denkt op te botsen, dat zijn er heel andere dan waar je effectief op botst. Je denkt eigenlijk op heel feitelijke dingen, heel zakelijke dingen, maar het zijn vooral de intermenselijke dingen waar je op botst. En dat is nu juist hetgene waar dat een hiaat is in de nascholingen, dat die juist heel hard inzetten op al die feitelijke dingen, regelgeving, juridische materie, financiële materie, maar juist u versterken in dat intermenselijke, dat is niet zo evident, vandaar de juiste trainingen rond te vinden. En dat triggerde mij, het feit dat ik het gevoel had van ja, hier ga ik wel iets, misschien wel iets aan hebben. Hè. Je bent niet alleen jouw school, het gaat over het hele geheel van elkaar. En dat is ook het mooie, denk ik, nu dat we andere directeurs tegenkomen van andere, van het volwassen onderwijs, secundair, hoe hun ervaringen zijn. Dus je kan daarin uitwisselen en leren. Ik ga met de ervaring terug dat ik niet zo hard moet willen direct en dat processen tijd nodig hebben. Ik ben iemand, ik ben ambitieus en ik wil de dingen snel, snel, snel. Dat is een totaal onlogische gedachtgang. Ben ik ook wel achtergekomen nu weer, want dingen met mensen zijn een proces. Iedereen zit ook in zijn eigen proces, in het team. Je kan niet verwachten dat als ik het doel zie, dat we daar allemaal zitten. Want je verliest mensen. En dat doel is nu eigenlijk om al die mensen uiteindelijk daar te krijgen. Dus dat neem ik mee en beter luisteren. Tijd nemen, rustig, beter luisteren. En ook de dingen aanvaarden die mensen tegen je zeggen. De kritiek die soms je hele proces om zeep kan helpen. Maar dat wel te nemen, wat je krijgt, want kritiek is eigenlijk een cadeau. Maar eigenlijk kom je dan pas ergens. Want anders kom je los te staan van de groep. Dat heeft geen zin. Dus dat neem ik mee. Vraag me nog maar zo van een half jaar of het gelukt is.